Het benauwt me ook meer dan ik zeggen kan dat we nooit naar buiten mogen. En ik ben erg bang dat we ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Dit is misschien wel het beroemdste dagboek ter wereld. Het dagboek van een Joods meisje dat zo'n 60 jaar geleden leefde en in een vreselijke oorlog terechtkwam. Ze moest onderduiken en was haar leven niet zeker. Ze was niet voor niets zo bang om ontdekt te worden, want ze zou de oorlog niet overleven. Dit is het dagboek van Anne Frank. Anne is 11 jaar oud als de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbreekt. Ze woont dan met haar 3 jaar oudere zus Margot, haar moeder Edith en haar vader Otto in Amsterdam-Zuid. En mevrouw Pik Goslar, oftewel Hannelie zoals Anne haar noemde, was haar beste vriendin. Mevrouw Pik, u was toen ook 11 jaar, hè? Ja. En u woonde hier naast de familie Frank aan het Merwedeplein. Naast de familie Frank. Wij woonden in de eerste verdieping hier. En ja? De familie Frank woonde hier in de tweede verdieping. En wij konden van de ramen en ook van de veranda samen spreken. Er is ook een boek over u geschreven met daarin uw herinnering aan Anne. Maar ook uw verhaal over het leven als meisje in de oorlog. Uw leven leek wel een beetje op dat van Anne, hè? Ja, in het begin. Omdat beide families waren vluchtelingsfamilies uit Duitsland. De families Frank en Goslar woonden al langere tijd in Duitsland. Maar toen daar in 1933 Hitler aan de macht kwam, veranderde er veel. Wir werden sterben! Het ging slecht met Duitsland. Er was veel werkeloosheid en armoede. En Hitler en zijn aanhangers, de nazi's, gaven de Joden de schuld van alles. Ze haatten Joden en begonnen ze te vervolgen. Veel families vluchtten weg, waaronder die van Anne en Hannelie. De meisjes waren toen pas 4 jaar oud. Dus dit is het huis van de familie Frank. Ja. En ze zijn nu druk bezig om het weer in de oude staat te herstellen. Ja, badkamer, ja, ja. Keuken zie ik. En dit was de woonkamer. Ja, dit was de woonkamer en dit was de eetkamer. En u kwam hier ook veel spelen, hè? Ja, ook eten, ook spelen. En wat deden jullie dan? Wij speelden net als alle meisjes die ook vandaag nog spelen. Op straat hebben we met de stuivers, met de knikkertjes gespeeld. Ja. En wat alle kinderen vandaag ook nog doen, hebben wij ook gedaan. Maar wat was Anne voor soort meisje? Anne was een beetje pittig, zegt men geloof ik in het Nederlands, ja? Beetje eigenwijs. Eigenwijs. En mijn moeder die heeft altijd op Anne gezegd, God weet alles, maar Anne weet alles beter. En jullie dachten hier in Nederland dus veiliger te zijn dan in Duitsland? Natuurlijk. Maar dat duurde niet te lang. 1940, 10 mei, zijn de Duitsers in Nederland ingevallen. Het was 5 dagen oorlog en toen was het afgelopen met de veiligheid. In het begin ging het normale leven nog wel door. In 1941 hangt Anne uit dit raam om daar beneden naar een bruidspaar te kijken. Dat zijn de enige bewegende beelden die ooit van haar gemaakt zijn. Maar al snel beginnen de Duitsers ook in Nederland Joodse mensen te vervolgen. Er komen allerlei discriminerende wetten. Joden moeten hun fietsen afgeven. Joden mogen niet in de tram. Joden mogen niet in een auto, ook niet in een particuliere. Joden mogen alleen van 3 tot 5 uur boodschappen doen. Joden mogen alleen maar naar een Joodse kapper. Joden mogen na 8 uur 's avonds niet meer in hun tuin zitten. Evenmin bij hun kennissen. Hoe vonden jullie het als meisjes dat jullie bepaalde dingen niet meer mochten? Ik geloof op die leeftijd merk je dat niet zo erg. Maar het was dan altijd erg en erger. Ja, dan mochten we niet meer zwemmen. Dan mochten we niet meer in winkels kopen, alleen in Joodse winkels, alleen van 3 tot 5. En u kreeg ook een Jodenster, hè, op een gegeven moment. Ja, ja. En in het begin waren we er heel trots op. Ja. Maar dan heb je toch wel gemerkt, het is niet zo aangenaam dat ieder kan doen wat hij wil met je. En ik weet nog, 1 keer zijn Anne en ik gaan wandelen. We wilden even zitten op een bankje. Hmm. En dat stond daar, Joden en honden niet gewenst. Of Joden en honden verboden. Stond dat op de bank? Op de bank of naast de bank, weet ik niet meer. Het stond daar. En toen waren we echt beledigd. Ja, dat was. Toen waren we woedend. Mochten jullie nog wel naar school? Ja, maar we moesten op een extra school. Alle Joodse kinderen moesten naar een school die extra werd opengemaakt. Voor Joodse kinderen met alleen Joodse leraren. En dat was dus hier een Joods lyceum.
Kwam u ook weer bij Anne in de klas eigenlijk? Ja, wij kwamen weer naast elkaar te zitten. Ja? Ja. Eén keer heb ik gekletst met haar en toen heeft me mee in de tweede klas gebracht. En de volgende ochtend zat Anne weer naast mij. Ondertussen wordt de situatie elke dag erger. 16-jarige Joodse jongeren krijgen een oproep voor dwangarbeid in Duitsland. Ook de zus van Anne, Margot. Ik schrok ontzettend. Iedereen weet wat dat betekent. Concentratiekampen en eenzame cellen zag ik al in mijn geest opdoemen. Op dat moment besluit de familie Frank direct onder te duiken. Niemand mag het weten, zelfs Hannelie niet. Dus u wist van niks toen u hier de volgende dag bij Anne aan de deur kwam? Nee, helemaal niet. Ik kwam spelen, we hadden vakantie. En toen kwam die onderhuurder en zei dat de familie was verdwenen. En hij geloofde naar Zwitserland. In werkelijkheid zat Anne maar een paar kilometer bij Hannelie vandaan. Namelijk hier in het hartje Amsterdam aan de Prinsengracht in het bedrijf van haar vader. Hier zat Anne met haar familie ondergedoken. Nu is dit het Anne Frankhuis, een museum. Maar vroeger had je hier het bedrijf met beneden de kantoren en hier op de tweede verdieping de opslagruimtes. En moet je kijken, aan het eind van deze overloop stond een kast. Nou, niets aan te zien, gewoon een archiefkast. Maar het is een kast met een geheim. Moet je opletten. Die kast, die kan namelijk met een beetje kracht draaien. En dan, kijk, verschijnt hierachter een trap. En die trap die leidt naar een verborgen deel van het huis. Het achterhuis. Het achterhuis, waar Anne samen met haar zus Margot, haar ouders en vier andere onderduikers meer dan 2 jaar opgesloten zit. In die tijd schrijft Anne alles wat er in het achterhuis gebeurt op in haar dagboek. 29 oktober 1942. Ik ben danig ongerust. Vader is ziek. Hij heeft hoge koorts en rode uitslag. Stel je voor, we kunnen niet eens de dokter halen. Op diezelfde dag krijgt Hannelie een groot verdriet te verwerken. Haar moeder sterft tijdens de geboorte van de nieuwe baby. Dit was uw klas? Dit was mijn klas, ja. Anne Frank. Ja, hier ben ik zelf. Iedere dag kwamen er minder kinderen. En je wist niet wat is er gebeurd. Of ze zijn ondergedoken, of ze zijn weggehaald, of ze waren ziek. Het was vreselijk. Dus dan was er weer een plek leeg? Ja, vreselijk. Op het eind waren we 3 of 4, zoiets. En dat ging van de zomervakantie, in de 8e klas dus, tot Pasen. En toen werd de verpleegster van mijn kleine zusje weggehaald. Mijn zusje was 2 jaar, toen bleef ik ook thuis. En steeds meer van uw vriendinnetjes verdwenen ook, hè? Bijvoorbeeld Ilse Wagner. Ilse Wagner was een heel goede vriendin van mij, ja. Wat deed dat met u? Dan denk je, de volgende ben jij. Hoe kun je leven met zo'n angst dat jij de volgende kan zijn? Wat zouden we doen? We konden niet onderduiken, want wij hadden dat kleine zusje. En met kleine kinderen is heel moeilijk onder te duiken, ja? 20 juni 1943. Het was nog donker buiten. Er werd een paar keer achter elkaar hard op de deur gebonst. Wonen hier Joden? Schreeuwde iemand in het Duits. Jullie werden hier toen dus opgepakt, hè? Ja. Vanuit dit huis waar jullie vanuit toen woonden. Deze woning. Mijn grootouders uit de volgende ingang. Ja. En we hadden het eigenlijk verwacht. Het koffertje was altijd klaar. En we hadden hier een heel lieve buurvrouw. Die probeerde nog mijn zusje te krijgen. Maar ze werd alleen aangeschreeuwd of ze zich niet schaamt dat ze een Joods kind hebben wil. En toen zei ze, nee, ik schaam me niet. En toen is ze flauw gevallen, want ze heeft het kleine meisje niet gekregen. Hannelie en haar familie werden samen met duizenden andere Joden in veewagons naar Drenthe gebracht. Naar het doorgangskamp Westerbork. En daar zou zij 9 maanden blijven. Op dat moment zit Anne nog steeds ondergedoken in het achterhuis. Ze weet wel dat alle Joden worden opgepakt. Maar wat ze niet weet is dat haar vriendin Hannelie inmiddels ook is weggevoerd. Buiten is het verschrikkelijk. Dag en nacht worden die arme mensen weggesleept met niets anders bij zich dan een rugzak en wat geld. En deze bezittingen worden hen onderweg ook nog ontnomen. Anne en Hannelie zijn nu pas 13 jaar oud. En het is nog niet afgelopen. Achter deze boekenkast zit Anne met 7 andere Joodse mensen ondergedoken. In het achterhuis, in het bedrijf van haar vader.
Ze leeft hier samen met haar zus Margot, haar moeder Edith en vader Otto, de familie van Daan met hun zoon Peter en tandarts Pfeffer. Kijk, dit is de kamer waar Anne's zus en haar ouders slapen. Maar 4 medewerkers op kantoor weten dat er onderduikers in het achterhuis zitten. Miep Gies, Beb Voskuil, Johannes Kleinman en Victor Kugler. Zij zorgen voor de spullen voor de onderduikers. Dus eten, toiletspullen, schoolboeken. En dat is heel gevaarlijk, want op het helpen van Joden staan zware straffen. Kijk, en dit is het slaapkamertje van Anne in het achterhuis. Hier staat haar bed aan deze kant. En hier staat het bed van tandarts Pfeffer. Daar moest ze die kamer mee delen, hoewel ze een hekel had aan die man. Nou, nu is het hier leeg, want het is museum. Maar wat er nog over is gebleven, zijn wel de plaatjes die Anne aan de muur plakte om het wat gezelliger te maken. En hier schreef ze ook vaak in haar dagboek. Fietsen, dansen, fluiten, de wereld inkijken, me jong voelen, weten dat ik vrij ben. Daar snak ik naar. Anne voelde zich hier natuurlijk verschrikkelijk opgesloten. En ze moest ook nog eens doodstil zijn. Vooral overdag op werkdagen als er mensen in het bedrijf aan het werk waren. Geen druppel water, geen wc, niet lopen, alles stil. En dan is er de voortdurende angst om ontdekt te worden. Gisteren ben ik ontzettend geschrokken. Er werd om 8 uur plotseling heel hard gebeld. Ik dacht niet anders of er kwam iemand. Je snapt wel wie. Op 27 november 1943 ziet Anne voor het slapen gaan plotseling haar vriendin Hannelie voor zich. Haar ogen waren heel groot en ze keek mij zo droevig en verwijtend aan dat ik in haar ogen kon lezen: "O Anne, waarom heb je me verlaten? Help, o help mij. Red mij uit deze hel." Daarna schrijft ze: "Waarom werd ik dan uitverkoren om te leven en moest zij wellicht sterven?" Maar Hannelie was niet dood, want u zat samen met uw vader en uw zusje Gabi en opa en oma in het kamp Westerbork. Ja. Dat moet moeilijk geweest zijn voor u als 14-jarig meisje. Ja, het was moeilijk voor allemaal. Maar mijn zusje en ik kwamen terecht in een weeshuis, omdat we zonder moeder kwamen. In het kamp? In het kamp. De mannen en vrouwen in het kamp die moesten werken, hè? Ja, natuurlijk. Iedereen moest werken. Ik heb vrijwillig gezegd dat ik de wc's ga schoonmaken van die 150 kinderen, omdat die bij de uitgangsdeur waren. Ja. En als mijn vader niet bij het werk was, dan kon hij daar langskomen. En dan kon hij me altijd een beetje moed toespreken. Oh. En ik kon hem vaker zien en dat was heel prettig. In Westerbork wacht het hele kamp altijd angstig de maandag en de donderdagavond af. Wat gebeurde er dan? Iedere donderdagavond kwam de SS met lijsten. Ongeveer van 1000 mensen. En die zouden doorgestuurd worden met veewagons naar een werkkamp in het oosten. En iedereen begreep dat dat niets goeds is. We wisten niet dat ze ons gaan doden met gas. Hoe reageerden de mensen daarop? Mensen waren hysterisch. Want je wist nooit wanneer is het jouw beurt. Ze wisten toch iedere week gaan er 1000 weg. En dat was verschrikkelijk. En ik herinner me nog aan die nacht in het weeshuis. Toen al die kleine kinderen, het waren ongeveer 150, weg moesten. En dat was verschrikkelijk. Ik vertel dat 100 maal. En ook nu, iedere keer word ik koud en warm als ik aan die onschuldige kinderen denk. Maar jullie hoefden eerst nog niet op transport, hè? Nog niet, omdat wij hadden zo'n stempel die zou zeggen dat we voorlopig nog gesperd zijn. We mogen voorlopig blijven in Westerbork. In november 1943 sterft Hannelies opa in Westerbork plotseling aan een hartaanval. Hannelie is ziek van verdriet. Ondertussen wordt het leven voor Anne in het achterhuis ook steeds zwaarder. Dit was de gezamenlijke woonkamer van het achterhuis. Dus hier zaten ze vaak met 8 mensen bij elkaar. En het was ook nog eens de slaapkamer van meneer en mevrouw Van Daan. Het werd trouwens steeds moeilijker voor de helpers om aan eten en drinken te komen voor de onderduikers. Moeder en Margot hebben de hele winter samen met 3 hemdjes gedaan. En de mijne zijn zo klein dat ze nog niet eens tot aan mijn buik gaan. En het eten wordt steeds slechter. Ze hebben honger en krijgen soms wekenlang iedere dag zuurkool of rotte aardappelen. Ongelooflijk, zoals boerenkool die waarschijnlijk al een paar jaar oud is, stinken kan. Er komen steeds meer ruzies.
Niet zo gek natuurlijk als je dag in dag uit in zo'n kleine ruimte op elkaars lip zit. Het enige lichtpuntje voor Anne is dat ze een tijdje verliefd is op Peter. En hier op zolder zitten ze vaak bij elkaar. Van 's ochtends tot 's avonds laat doe ik eigenlijk niets anders dan aan Peter denken. In februari 1944 wordt u met uw familie op transport gesteld naar Bergen-Belsen. Dat is in Noord-Duitsland, hè? Noord-Duitsland, ja. Hier is Westerbork. En u kwam in een uitwisselingskamp terecht vanwege die bijzondere paspoorten. Paspoorten, ja. En daardoor hadden jullie het ook iets beter, hè? Met eigen eten, eigen kleren. Maar toch moet het nog erg zwaar geweest zijn. Het was heel erg. Wij kregen 4 centimeter een stukje brood per dag. En dat gingen we dan altijd gerecht snijden. Altijd nog een stukje en nog een stukje en dan was er niks meer. Eerst kregen we allemaal luizen op ons hoofd en in de zoom van de kleren. En later kregen wij vlektyfus. En als je nou geen medicijnen hebt en helemaal niet genoeg eten en je bent zo zwak, dan heb je niet meer nodig om dood te gaan. Hannelie zou dik een jaar in het kamp Bergen-Belsen blijven. Augustus 1944. Anne heeft goede hoop dat de oorlog nu snel is afgelopen. Maar op 4 augustus gebeurt waar ze steeds al zo bang voor was. Ze worden verraden en allemaal op transport gezet naar kamp Westerbork. Vanuit Westerbork worden ze weggevoerd naar concentratiekamp Auschwitz in Polen. Anne en Margot gaan later naar concentratiekamp Bergen-Belsen, maar hun ouders moeten in Auschwitz blijven. Ze komen dus zonder dat ze het weten in hetzelfde kamp terecht waar Hannelie ook zit. Alleen dan in het gedeelte voor gewone gevangenen. Nou, daar worden ze totaal aan hun lot overgelaten. Ze krijgen bijna niets te eten en ze worden ontzettend ziek. Iemand vertelt Hannelie dat er aan de andere kant van het prikkeldraad een Nederlands meisje zit dat zij kent. Nou, 's avonds sluipt ze met gevaar om betrapt en doodgeschoten te worden naar het prikkeldraad. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Na 2,5 jaar ontmoet ze haar vriendin Anne weer. Na een paar minuten hoor ik heel zacht stemmetje en het was Anne. En het was niet die kleine pittige Anne die ik gekend heb. Het was een gebroken meisje. Anne vertelde u ook bij het prikkeldraad dat zij en Margot heel weinig eten hadden, hè? Ja, ze hadden bijna helemaal geen eten. En heb ik gezegd, kom eens terug in 2-3 dagen. Ik zal zien wat ik kan doen. En toen kwam ik met zoiets als een hele kleine voetbal. Een stukje droge pruinen, een stukje van die knekkenbrood, weet je? Ja. En toen kwam ik bij zo'n prikkeldraad. Ja. En het was veel hoger. En boven waren wachttorens met Duitse soldaten, dus het was heel gevaarlijk. En het was donker. En ik hoorde haar, maar ik kon haar niet zien. En toen zei ik, Anne, voorzicht, ik gooi het over het prikkeldraad. En toen hoor ik hoe ze huilt en schreeuwt en ze was woedend. Wat is er gebeurd? Een andere hongerige vrouw had het pakje opgevangen, rende weg en heeft haar niets gegeven. En toen moest ik haar een beetje kalmeren. Ja. Ik heb beloofd, we doen het nog een keer. Na 2-3 dagen hebben we het nog een keer gedaan en toen heeft ze het opgevangen. Ze spreken af dat ze elkaar snel weer zullen ontmoeten. Maar alles loopt anders. De vader en de oma van Hannelie gaan dood in het kamp. Hannelie en Gabi worden daarna samen weer op transport gesteld. Hannelie is heel erg ziek en ze denkt dat ze dood zal gaan. Maar gelukkig worden ze bevrijd. Hannelie en Gabi overleven de oorlog. Maar dat geldt niet voor Anne. Anne en Margot gaan dood in Bergen-Belsen door uitputting en ziekte. Anne is dan 15 jaar. Haar moeder en de andere onderduikers worden ook vermoord. Alleen Otto, de vader van Anne, blijft in leven. Annes dagboek wordt gered door Miep Gies, een van de helpers. En Otto Frank besluit het uit te geven. Want dat was Annes grote wens.